bedrijfs-CEO-functie. Federale arbeids. Waarom heeft Colin een arbeidsregistratie van Dylan in zijn bezit? Want dit is een origineel iets. En dit is dus de reden waarom ik vrijwel niemand vertrouw met, ja, al dit soort dingen wat hier allemaal gaande is in Mindtopia. Ik bedoel, Colin, niet dat ik hem echt vertrouwde, maar dit laat ook maar weer zien dat zodra iemand weg is bij zijn baan, hoe snel iemand kan omtwisten wat dat betreft, of hoewel, natuurlijk bij zijn baan was je ook een behoorlijk krub, maar dat hij zover is gegaan om dat werkelijk zelfs een wapen van mij te stelen. Ik vind dat het ver gaat. Overigens wil ik nog wel een keertje terug weer naar zijn huis. Want er stonden natuurlijk allemaal dingen met RWE en KVK en weet ik het allemaal. Dus ik heb zoiets van, ik heb daar zo snel ingekeken, want ik was natuurlijk op zoek naar een wapen wat dat betreft. Dus ik zei van, ik wilde eigenlijk nog wel eventjes, ja, even kijken hoe wat allemaal. Waar is mijn motor? Oh, ik had mijn motor buiten het hek staan. Dus waarom? Ik denk, waar is mijn motor nou? Maar die heb ik natuurlijk hier buiten het hek staan. What the fuck? Stond hij dan hier? Nee. Kijk, ik weet dat je voertuigen alleen op plekken mag hebben staan waar ze toegewezen mogen zijn. Maar dit hier is, vind ik, nog steeds bij mijn huis. In ieder geval, er kan iemand bij mijn bezoek zijn of wat nog allemaal. What the fuck? Het zou natuurlijk nu wel heel erg, ja, toevallig zijn als natuurlijk dan dat hij er nu gejat is. Like, of course, gun gejat, motor gejat, vliegtuig is gejat geweest. Het lijkt, ja, ik wil niet zeggen dat het niet kan, maar het lijkt me net even iets te toevallig. Aan de andere kant, het is Colin, het is Belastingdienst, het daadwerkelijk mijn motorjatten. Ja, maar nee, nu weet ik voor mij zeker dat daar geen track and trace system op zit. Dus dat is sowieso pretty fucked up, om zo maar te zeggen dan. Maar goed, ik kan misschien niet heel veel zorgen maken om mijn motor. Er staat hier een motor wel. Maar is dit daadwerkelijk mijn motor? Er staat ook een camera daar. Wacht even, ik moet het even anders gaan aanpakken. Er staat hier een camera en hier staat op huis van gewoon Colin. Wacht even. Heeft Colin hier ook een huis? En dit is mijn motor. Dit is, Colin had voor mij, wacht eventjes, oké. Er is hier dan wel een camera, maar ik heb eigenlijk hier geen keuze wat dat betreft. Zo, oké. En ik denk dat ik dan via de tuin ga. En dan ga ik kijken of ik hier misschien via hier naar binnen kan. Moet even wel voorzichtig zijn dat hier niet eigenlijk iemand dadelijk zit. Nee, oké. Sinds wanneer heeft Colin hier in godsnaam een huis? Oké, je kan het mensen makkelijk maken en je kan het mensen makkelijk maken. Colin, als je hier in dit huis aanwezig bent, ik zou nu tevoorschijn komen met je handen omhoog. Anders heb je een enorm groot probleem. Colin, hallo? Colin, als je hier aanwezig bent, laat dan wat van je zien. Waarom is alles hier daadwerkelijk open behalve zijn voordeur? Like, je kan hier gewoon allemaal naar binnen. Ik doe het. Wat is dit? Oh, dat is een vogeltje. Je kan hier overal gewoon naar binnen toe, behalve zijn voordeur, want die zit wel dicht. Oké, dat is heel raar, wat staat hier? Eet elke dag een koekje, dan komt het goed. Tja, ik was hier niet. Wat slaat dit nou weer allemaal? Wat is dit überhaupt voor soort van crackpand of zo? Is dit ook nog zo ingenomen toen hij bij de Belastingdienst werkte? Wat dan? Lijkt allemaal anders wel, want dit is echt een huis. Ja, als ik heel eerlijk ben, wil je niet dood hier gevonden worden wat dat betreft. Maar goed, blijkbaar is dit ook nog weer een huis van Colin. Waar zijn we boekjes in? Nou, het is alleen maar een activiteitscheck. Nou, voor de rest ook niet zo heel veel boeiend wat dat betreft. Maar waarom heeft hij dan hier daadwerkelijk een motor neergezet? Kijk, wat natuurlijk wel zo is, is die motor staat precies gericht op de camera. Kortom, als ik nu naar die motor toe loop en ik pak die motor, dan sta ik voor op camera dat ik letterlijk die motor pak van, ja, zijn oprit af. Kijk, die camera die staat hier. Die staat precies erop gericht. Wat staat een paal? Weet je, ik ga eerst naar Colin's huis toe. Ik kom hier later wel terug. Volgens mij is dit namelijk gewoon mijn motor. En dan check ik dan wel of ik hem dan misschien mee kan nemen. Wat dan ook allemaal. Want kijk, als hij natuurlijk met camerabeelden naar de politie gaat. En ze zien letterlijk dat ik een motor pak. Ook al is het mijn motor. Dan krijg ik natuurlijk wel politiebezoek. En nou is politiebezoek krijgen niet per se verkeerd of niet nodig. Wat dan ook allemaal. Maar misschien willen ze dan een onderzoek instarten. Of ze hebben, oh, dat is die Duffy weer. En dit en dat. Dus het is... Ja, zoiets simpels, dat is dus ook wat ik met Jimmy wel. Maar ja, dat snapt die fucking Colin niet. Maar blijkt wel om mij te kunnen naaien. Als het goed is, heeft hij nog geen nieuwe sloten erin, right? Dit kan gewoon nog, even kijken. Ja, dit gaat allemaal nog gewoon open. Oké, nu hier dan weer toch. Wacht, ik moet. Wacht, ho, 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 ho.
Ik kan natuurlijk hier niet zomaar gaan lopen zonder te checken of dat kolom hier daadwerkelijk is. Want dadelijk komt hij in één keer met een stalen pijp wat nog achter in mijn nek en dan heb ik ook een enorm groot probleem. Colin, ben je hier aanwezig? Hallo? Als je hier aanwezig bent, ik zou nu tevoorschijn komen, zo niet. En ik zie je dan alsnog. Je weet wat de gevolgen zijn dan, jongen. Dit is allemaal zo leeg als maar kan. Maar goed, nu we hier dan toch meteen boven zijn. Hier waren, nee, oké. Okay. Waren geen gesigneerde boekjes verder? Nee, oké. Okay. Er waren alleen maar lege boekjes. Hè? Man. Echt waar. En kijk, ja, hier met Dylan gaan, dat boeit ook niet zoveel. Van Dylan boeit het eigenlijk vrijwel niks wat Colin op dit moment aan het doen. Dus wel, als ik hem natuurlijk meld met een wapen, dan heeft hij waarschijnlijk ook zo. Oké, laten we dan nu alsnog pakken. Maar ja, dan moet ik weer tegen hem zeggen. Ja, ik weet niet waar Colin is. Ook een beetje ongemakkelijk. Dus misschien moet ik dit niet aan Dylan vertellen. Maar waar waren nou in godsnaam die fucking boekjes met allemaal informatie? Kijk hier, we gaan er maar eens even grondig bij langs dan. Wat is het? Een written book? Wat is dat? Oké, nou goed, daar hebben we helemaal niks. Waar haal ik het uit? Ik moet wel even goed opletten waar ik ze allemaal uithaal. Hier haal ik ze uit. Oké, wat is dit? Dit is een... Ik weet niet wat dit... Wat is dit in godsnaam? Bij het ontdekken van dit juryformulier kost voor de toestemming... Oh! Dit is weer iets met Cosmopolitan, maar dit is... Dit is daadwerkelijk gewoon iets van hem. Wacht, plotnummer 1022 is dus ook nog van hem. Hoewel, 2017, ik weet ook niet of hij dat nu nog zit heeft, maar 1022 is in ieder geval een plotnummer van Colin. Wat is dit? Dit is een... Ik heb werkelijk wel geen idee. Oh, KVK Industrial. Oké, dit gaat allemaal over zijn. Wacht eventjes, zijn KVK is al vanaf 2017 actief. Dus toen hij belastingdienst was, had hij altijd ook al dus een eetwinkel. Oké, goed om te weten. Een plotbewijs, oké. Allemaal Industrial, oké, dat is allemaal niet boeiend, dat is allemaal te lang geleden. Een Mindtopia plot, wacht eens eventjes. Bedankt voor uw aankoop. Vanaf maandag bent u rechtmatig eigenaar van uw plot. Van enkele voorwaarden gaan, bla bla bla. Oké, hij heeft een plot. Boek, bla bla bla. Ja, oké, artikel 17. Getekend tussen. Wacht even, dit is plot nummer. Welk plot is dit? Dit is plot nummer 356. Dit is plot nummer 7000. Misschien is dat plot dan daar aan het einde van de straat. Misschien is dat dit plot. Ik weet het niet, maar dan zou die man sinds 2017 in zijn bezit hebben. Dat is ook wel erg lang. We hebben hier gewoon nog een boekje, wat staat daarin? Ik kom een aantal dagen terug met informatie over... Ghastcreeper? Waarom zit dat hierin? Like, een niet geschreven boek? Ja, ik heb natuurlijk ook een keer dat die brieven van Colin gehad wat dat betreft, maar goed... Registratische fabriek, nou, dat heb ik al van me al wel gezien doen. Dit is ook nog iets met Snorlax. Bedrijf, CEO, functie. Federale arbeid. Waarom heeft Colin een arbeidsregistratie van Dylan in zijn bezit? Want dit is een origineel iets. Wat speelt hier in godsnaam? Dat is echt, ik begin me echt af te vragen van, wat speelt er zich hier af in godsnaam? Waarbij Colin allemaal informatie heeft over Dylan. En hier ook bijvoorbeeld dit, hè, RVE-lidmaatschap. Dus wil je lid worden van, wacht, heeft hij überhaupt getekend of is dit geen tekenboekje? Nee, het is geen tekenboekje, het is gewoon een informatieboekje. Maar waarom heeft Colin dus allemaal informatie over Dylan en Dylan zijn bedrijf, wat ook allemaal? Dylan heeft opeens geen interesse meer in Colin. En natuurlijk... Komt ook omdat ik natuurlijk hem heb aangegeven van, goh, misschien moeten we ergens anders mee bezig gaan, wat ook allemaal weg hier. Maar sindsdien heeft hij echt zoiets van, weet je, het maakt me allemaal niet meer uit. En vervolgens vind ik ook allemaal boekjes en dingen van over Dylan. Dat is toch raar. Maar goed, kijk, ik ga nog geen rare dingen denken dat Colin en Dylan daadwerkelijk een soort van samenwerken. Want, kom op, dat kan niet toch? Ik bedoel... Maar het is wel raar. Colin heeft daadwerkelijk bepaalde papieren die tot Dylan behoren. Heeft hij hier in zijn huis liggen. Hij heeft ook het niet afgeschreven brief van, hè, meer informatie over Gasky, wat ook allemaal. Daar zijn toch een aantal punten waarvan ik denk van, hé, vind ik raar. Vind ik gek, om zo maar te zeggen. Ik wil toch even de plotnummer ook hier nog even gaan checken. Ja, die camera, ja, weet je wat, dat sta ik maar op die camera. Ik neem aan dat dit gewoon mijn motor is. Of wat dat betreft. Nee, dit is een heel ander plot. Nou, weet je wat, ik doe het wel gewoon anders zo. Ik doe gewoon deze kant erop lopen, hoppatee. Hoppatee, bij die paal, hoppatee, erop zitten en wegrijden. Hoppatee, there we go. Niemand heeft iets gezien. Ik bedoel, ik heb niet eens moeite hoeven doen om het te stelen, om zo maar te zeggen. Ik bedoel, ik heb gewoon de sleutels en hoppatee. Ik kan gewoon starten en wegrijden, dus zo speciaal is het ook weer niet. Maar plot 356, waar de hel is dat in godsnaam? Dit is plot 132. Misschien dat ik op mijn weg naar huis er langs rijd, dan heb ik nog in ieder geval iets wat van Colin is, maar...
Dit is een eetwinkel en dat lijkt me ook niet. Het moet denk ik wel een soort van huis of iets zijn. Plot 112. Nee, dat lijkt me ook niet het goede. 300. Waar de hel is in godsnaam überhaupt 300 of 350? Waar is dat in godsnaam? Wat is dit? Wat de hel is dit nou weer? Nee, goed, maakt helemaal niet uit. Het zou natuurlijk ook in een gebouw kunnen zijn wat dat betreft. Maar ja, daar heb ik natuurlijk nu op dit moment geen bewijs van. Wat zijn dit voor plotnummers? Dit zijn plotnummers. 101. Nou, er worden steeds minder die plotnummers hier. Nou ja, het zal ook allemaal wel wat dat betreft. Ik ga in ieder geval mijn motor maar even in veiligheid brengen. En dan ga ik denk ik toch maar eens even polshoogte halen bij Dylan. Niet per se om te vragen van, goh, hè, wat is dan met Colin? Maar meer even een aantal opzichtige vragen stellen over Dylan en zijn bedrijf. Want hè, moet ik ook zijn dingen verkopen? Als ze natuurlijk hier weggaan, moet ik ook zijn dingen verkopen. En hoe wil hij dat in de godsnaam allemaal gaan doen? Dus ik ga eerst maar eens even naar huis toe. En dan, of ga ik meteen... Ah, weet je, ik kan ook wel meteen door naar Dylan eigenlijk, toch? Of nee, eerst nog even naar huis. Nou ja, we zien wel.